Zonne-energie is duurzame energie, of toch in principe. Nu blijkt dat de zon wel duurzaam is, maar veel van de panelen niet zo. IMEC en de Universiteit Hasselt hebben in opdracht van Edison Energy zonnepanelen van 49 producenten uitgetest in een klimaatkast. We zijn eigenlijk een beetje verschoten van de resultaten. Nu blijkt dat bij 75% van alle geteste panelen er degradatie optreedt en dat sommige panelen, een tiental, zelfs volledig geen opbrengsten meer geven. Potential Induced Degradation, of kortweg PID, zo heet de zonnepaneelziekte. Die komt vooral voor na enkele jaren bij zonnepanelen van de eerste generatie. Oorzaak zijn positieve natriumionen in het beschermglas van de zonnecellen, die zelf een grote negatieve lading krijgen. De natriumionen die in het glas zitten, die worden door het grote potentiaalverschil richting de cellen geduwd. En daar gaan ze eigenlijk schade aanrichten, waardoor je rendementsverlies krijgt. Maar Edison Energy wil er deze pitbull op loslaten. Het apparaat herstelt de schade door 's nachts met omgekeerde spanning de natriumionen weer weg te duwen. Een technische oplossing die niet toevallig bij ons al op punt staat. We hebben het voordeel in Vlaanderen dat er heel veel parken zijn die 5, 6 jaar geleden geïnstalleerd zijn. En typisch treedt het PID-probleem op na enkele jaren. Dus we hebben het voordeel ook in Europa dat we eigenlijk voorloper zijn om dit probleem te kunnen meemaken, maar ook dat we eigenlijk nu de oplossing hebben kunnen ontwikkelen. Het probleem stelt zich vooral bij panelen die rond het jaar 2010 zijn gelegd. En toch ziet Edison Energy een grote markt voor zijn pitbull. We zijn nu bezig met voornamelijk in Griekenland, Italië, omdat er daar ook heel veel gebouwd is gedurende het jaar 2010, 2011. En dan komen eigenlijk alle andere landen aan die binnen enkele jaren ook panelen zullen hebben die een 5, 6 jaar oud zijn, waar het probleem zich zal manifesteren.